Douglas, je zat wel in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar niet bij de definitieve selectie. Hoe vind je dat? Ja, ik ben heel blij toen ik bij de voorselectie was. Maar bij definitieve selectie, ik was niet. Maar wat ik zei, het gewoon mijn droom om te daar een keer te komen. Ik moet gewoon hier mijn taken doen bij FC Twente, goed spelen. Ja, mijn droom blijft nou. Ik hoop dat ik een keer de kans krijg. Heb je contact gehad met de mensen rondom het Nederlands elftal? Nee, ik heb nooit in contact met de mensen. Met de bondscoach. Niemand heeft mij nooit gebeld. Maar wat ik zeg is gewoon mijn droom. Ik moet gewoon goed voetballen hier. Goed mijn best doen. Ik hoop dat ik een keer de kans heb krijgen. Ik kan me voorstellen dat als je in de voorlopige selectie zit, dat je er dan ook min of meer een beetje hoopt dat je er dan ook bij zit. Dus dat je dan vandaag heel erg teleurgesteld bent. Ja, klopt. Als je ziet dat je voorselectie bent, ja, zeg ja, ik ben bijna daar, maar ben je niet helemaal, maar bijna. Daarom was ik blij. Maar wat ik zeg, ik ben heel rustig. Ik ga gewoon geduld wachten op mijn kans. Wat denk je dat je nog moet doen om wel geselecteerd te worden? Ja, probeer elke dag mijn best voetballen te doen. Meer leren elke dag. Gewoon mijn best te doen. Maar ik denk dat ik klaar voor om te Nederlands elftal te spelen. Maar wat ik zeg, ik moet gewoon wachten tot ik de kans krijg. Als ik de kans krijg, gewoon mijn best te doen, dat ik altijd erbij zit. Gezien de weg die jij hebt moeten afleggen om überhaupt in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal. Hè? Je hebt eerst de Nederlandse nationaliteit moeten krijgen, toen moest je nog een half jaar wachten. Had je dan verwacht, dan zit ik er nu ook wel bij? Ja, ik was met positieve dingen dat deze keer ook bij de definitieve selectie zijn. Maar was niet. Ja, natuurlijk. Het is niet leuk als je hoort dat je niet erbij zit. Maar wat ik zeg, was... Ik heb zoveel dingen gedaan. Ik ben blij dat ik nu maar voor Nederland wat aan het spelen. Ik ben ook heel rustig. Ik ga gewoon gedeeld wachten op mijn kans.